Ik ken een verhaal over een coma-patiënt. Die was makkelijker wakker te krijgen dan jij. Wat heb je een enorme wal onder je ogen. Heb je soms weer de hele nacht verhaaltjes liggen verzinnen? Oké, dit is niet van haar. Maar dat wel. En dat ook. Dat is mijn papai. Fabio Veloso. Bom dia, Cocada. Tudo bem? Tudo bem. Mijn papai komt uit Brazilië en praat Braziliaans met mij. Zo leer ik zijn taal en vergeet hij het zelf ook niet. Mijn papa heeft mijn moeder namelijk in Duitsland ontmoet. Ik niet weet, mevrouw Jungherz, hoe ik met u de liefde weer goed maken kan. Nou ja, en een jaar later werd ik geboren. Ben je zenuwachtig? Gaat wel. Je zult zien, je hebt zo weer nieuwe vrienden. Eén vriendin zou ik al fijn vinden. Vrouwen poetsen het hele huis. Zo was het toen, zo moet het blijven. Zo leer je rekenen, lezen, schrijven. Ga nou zitten, wat doen jullie nou ineens? Zeg, kunnen we niet meer gaan zitten? Dat was 100 jaar geleden. Dat rietje breken we in twee. Maar rekenen valt nog steeds niet mee. Ik, Lola Veloso.